boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Mijn naam is Anton Dillon. The truth. Yo, boys and girls. Welkom bij alweer een nieuwe vlog. Het is vlog, ik weet niet meer welke vlog dat is. Het is een vlog, inderdaad. Ga eens naar mijn studio, dat youtube.com gaan zien. Welke vlog dat is. Vlog 87, misschien heb ik nog een vlog. Dat ik hier heb. In de Google Drive. iCloud Drive vlog. Nee, vlog 87 is de laatste vlog, dus dit is vlog 88. En het is vandaag donderdag 16 november. Waarom 19 november? 16 november. En het is vandaag. Vandaag heb ik. Het is ochtend en ik ga nu nog. Ik moet nu nog 5 potjes EFC 24 spelen op zijn account. Dat gaat ongeveer een uurtje zijn dat ik moet spelen. En een uurtje en een half ongeveer. Dus ja. Ik ga ondertussen ook mijn camera opladen, want ik zie dat hij maar één blokje meer heeft. Dus ik kom bij jullie terug als mijn camera is opgeladen. Tot ziens. Let's fucking go. Oké, boys and girls, het is nu dus 12:41. Ik heb ongeveer alle potjes gespeeld die ik voor Sven moet spelen vandaag. Vanavond komt dus de nieuwe week dingen uit. Dus we zullen wel zien wat het gaat worden. Ik ben nu een beetje. Ik ga nu Gran Turismo 7 spelen op de PlayStation 5. En let's go. Ik ga ze niet ook douchen. Want ik voel me vies en vettig en smerig, dus ze biedt ook douchen. Nu is het eventjes eerst wat eten te laten zeggen, want ik heb juist een uurtje zo geleden gegeten. En ik ben mijn stuurwiel nu aan het opladen. Oh, hij valt net uit. Het opladen, dus ja, let's go. Ik ga nu eventjes rusten en zo, dus ja, let's go. Oké, boys en girls. Ik heb net de intro en de outro opgenomen van de meest prestigieuze video die ik al deze jaar al heb gemaakt. Prestigieuze video. Waarin ik mijn beste picks bespreek van 2023. Ik ga er heel veel tijd in steken, want ik moet nog al mijn YouTube-bestanden downloaden en bekijken. En dat gaat me heel veel werk kosten voor dat te editen. Daarmee dat ik nu al die video gemaakt heb, die intro gemaakt heb. Dus ja, ik zie jullie guys weer terug als ik aan het editen ben. En dan gaan we waarschijnlijk via dat telefoon zijn dat ik even ga opnemen ofzo. Dus ja, ik ga nu eventjes de bestanden op de cloud zetten. En dan wat bestanden opzoeken die ik moet editen. Dus ja, let's fucking go. Oké, boys and girls, ik was gisteren bij degene te vloggen. Het is nu vrijdagmiddag 1:30 in de namiddag. En ik heb net eventjes wat Gran Turismo 7 gespeeld. En EFC 24 heb ik ook net een potje gespeeld. Dus let's go. Ik ga nu eventjes de nieuwe Massive Tech unboxing van Your Average Consumer kijken. En dan ik zal ik eens aan Orsens en account beginnen met EFC te spelen. En dan douchen, I guess. En dan zullen we wel zien wat de namiddag nog brengt. Dus ja, let's go. Oké, boys and girls, het is zaterdag. Middag, ja, de zaterdag, ja. Ook voormiddag, denk ik. 11:45. Ik heb net beneden gegeten.
ben de goede pizza gestoken, jongen. En ik ben nu eventjes nog op Suns een account EAFC 24 aan het spelen. Ik moet voor hem ook nog een paar potjes spelen, dus deze week zeker. Ik moet op een loop van 7 dagen moet ik 50 potjes spelen. Dus ik hoop dat het haalbaar is. Zoals ik al zeg, ik speel heel veel EFC deze periode. Ik moet op een week 50 potjes spelen. Zelfs meer zelfs. En op 35 potjes sowieso op Sven's account. 35 potjes op mijn. Dus ja, zou dat de squad battles nu maar 4 minuten meer per half zijn. En in plaats van 6 minuten. En maar 32 potjes nu meer. Dat je moet spelen voor squad battles in plaats van 40 op een week. Dus ja, let's go. Oké, boys en girls. Zoals jullie horen is Peepas om nog spelen. Maar ik ben nu nog altijd bezig met het spelen van Suns en EAFC 24. Ik ben daarvoor bezig voor hem voor 86 Diogo Jota vrij te spelen. Ik denk dat ik dat morgen pas ga doen. Morgen is het op mijn account. Maar nu ga ik eerst hem zorgen dat hem nog een pack heeft. Want hij is ook pack om te sparen voor Team Rier. Zoals mij. Ik ben ook pack om te sparen voor Team Rier. En we zijn er allebei aan het doen voor toch eventjes een pack opening te kunnen doen bij Team Rier. Ik ga dat natuurlijk doen op een video. Ik weet niet of ik voor hem een Team Rier pack opening moet doen. Maar dat gaat dan waarschijnlijk zijn of Dylan en Sven of op Game Look als AD waarschijnlijk. Dus dat gaat waarschijnlijk op Game Look als AD. Op Game Look als AD ga ik ook in de. Hij heeft nu de Ultimate Edition periodes. Dus UEFA, Champions League, Women's of Men's Hero Pack. Ga ik bij hem ook openen op de video. En ja, dan gaat dat dus op Gamebook als AD wordt dat dan een video. Dus ik weet, ik post op Gamebook als AD niet heel veel, maar dan ga ik dat wel posten op Gamebook als AD. Ik ben nu eventjes aan het chillen, nog altijd. En morgen heb ik oefenwedstrijd tegen Aerschot. En volgende week zondag dan competitiewedstrijd tegen Heist. En in de namiddag ga ik naar OHL Club Brugge zien. Tja, let's go. Goedemorgen, het is zondag. Vandaag is wedstrijddag tegen Aerschot, dus ja, let's go. Oké, boys en girls, het is nu dus avond. Ik was in de namiddag vergeten vroegen. Dat mijn camera op mijn slaapkamer ligt. Ik zit hier nu op mijn setup, dus mijn camera lag op de slaapkamer. Ik zit nu op mijn setup. En ja, ik ga ze bieden nog één potje EFC spelen voor de 10 speeldingen te halen. Voor wat meer packs voor mijn team. Ik heb er nu wel een 11 geopend vandaag. Omdat ik fodder nodig had voor de SBC die vanavond online komt. Ja, om 7 uur online komt. Ja, let's go. Ik ga ook op Sven's account die SBC ook doen. Dan haalt hij ook de 500 XP die dat hij nog nodig heeft voor niveau 20 te halen. En ik ben nu ook aan een FIFA, aan een EFC video bezig, sorry. Over binnen enkele weken. Waarin ik dus ook nu mijn team een beetje aan het verbouwen ben, aan het opnieuw opbouwen ben. En ik heb daar dus mijn Veron en mijn Trezeguet voor verkocht. Bobby Moore heb ik nog gelaten, waar dat hij nu ziet. Dus let's go. En een goedemorgen, boys and girls. Het is dus maandag. Ik ga vandaag werken. Ook al heb ik last van mijn arm. En mijn enkel, dat gaat niet weggaan denk ik, dus het is maandag.
En moeten gaan werken. We kunnen niks aan doen, moeten gaan werken sowieso. Dus ja, let's go. Ik ben echt moe. Ik heb eigenlijk niet veel geslapen. Ik heb maar een uurtje of 2, 3 geslapen. Dus ja, let's go. Ja, ik ben al van 4 uur wakker. Dus ja, let's go. Oké, boys and girls. Ja, ik heb net mijn eider besteld, mijn eiderpres. Ik heb de zwarte stalen eierfles met de chocolade sinaasappel pots besteld. Vandaag, alleen morgen of overmorgen, heb je misschien al in huis, dus ja, let's go. Ja, ik heb die nu besteld, nu net. Dus ja, 5 minuten geleden ongeveer. Geen antwoord. Welk? 5 minuten geleden ongeveer, besteld ongeveer. Zoiets, ja. Oh ja, en dan is het nu. Ik heb nu al direct order op de vesting en ja, let's go. Daar komt sowieso een video van. Volgende week of binnen een paar weken, dus ja, let's go. Oké, boy, het is maandagavond. En ja, het is maandagavond. 8:30 bijna. Ik heb net nog op FIFA of een SBC gedaan om 7 uur. Nog naar een YouTube video gekeken. En nu is hij aan gaan slapen. Zo. Dus ja, morgen werken, ook al heb ik er geen zin in, maar ik moet gaan werken. Dus ja, let's go. Ik zie jullie guys morgen vroeg als ik wakker ben. En het is dus dinsdag. Dinsdagmiddag. Allee, dinsdagnamiddag eigenlijk al. 2 uur. En Ewa Pal uit de kop. Echt waar, jongen. Ik heb dat juist naar iemand gestuurd. Ewa Pal uit de kop. Wat is het probleem? En die sturen van Pal uit de kop. What the fuck, man. Zo heb je dat zo gestuurd. En nu ga ik eventjes, ja, een intro van een EFC video opnemen. Want ik ga toch een EFC video maken. Dus ja. Let's go, pal uit de kop dat ik ben. Oké, boys en girls, het is dus vrijdag. Het is donderdag, wauw. Ik dacht dat het vrijdag was, maar het is donderdag vandaag. Het is donderdagmiddag, 1 uur. En ja, ik heb vandaag nog niet veel gedaan. Alleen nog maar EFG gespeeld, nu EFG aan het staan op GTA 5 online in mijn nightclub. En dan ben ik ook nog naar de dierenarts geweest en ja, let's fucking go. Nu ga ik dus eventjes nog wat chillen, I guess. Een beetje, ja, YouTube kijken waarschijnlijk. Een beetje tv kijken en ja, let's fucking go. Oké, boys en girls, het is nu vrijdagavond. Ik weet het, ik heb vandaag nog niet gevlogd, maar ik was vandaag op opleiding. En ik heb vandaag dus ook, ja, nog geen tijd gehad voor te vloggen, want ik ben thuis gekomen. Ik heb direct mijn pc opgezet. Direct maar FIFA, EFC gespeeld. Net gegeten. En nu dus eindelijk. En de vlog begonnen. Dus ja, let's go. Het is nu bijna 7 uur. En ik ga dus ook een deel van de EFC video nog opnemen. Die jullie gezien hebben onlangs. Dus ja, dit is zo'n beetje mijn dagelijkse leven nu. Opnemen, editen. Ja, zo is mijn leven nu eigenlijk tegenwoordig. Dus dat is bijna 7 uur in de avond. En ja, ik ben ook al Food Insider aan het kijken. Ik ben al een video van 3 uur 28 minuten bezig. Ik ben al 1 uur en 15 minuten ver. Ik heb al gekeken ondertussen dat ik aan gamen was. En nu ga ik zometeen om 7 uur de daily login doen. Want er was een daily login uit bij Black Friday. Zoals jullie zien, zoals jullie weten, is vandaag ook Black Friday. En het is 7 uur. Dus ik ga de video beginnen voor EFC. Let's fucking go! En het is nu dus ochtend, zaterdagochtend, wauw. Het is zondagochtend, maar zaterdagochtend. En nu ga ik dus de intro van de EFC video die ik nu ga opnemen.
Allee, dat ik nu aan het opnemen ben. Al een week bijna aan het opnemen ben. Ga ik nu dus maken de intro. Dus ja, let's fucking go. Ik zie jullie guys na de intro dat ik opneem. En outro. Dus ja, let's go. Ja, boys en girls. Het is dus zaterdag namiddag. 3:13. En ja, let's go. Ik ben nu dus nog de laatste 5 potjes EAFC op mijn account aan het spelen. Omdat ik ja, en dan het tweede objectief heb voltooid, kan ik weer een niveautje hoger gaan. Dus ja, let's go. Let's go. Oké, boys en girls, het is maandag vandaag. Ik ben net terug thuis van Leuven. Ik ben naar Leuven geweest om naar de voetbal te gaan. Ik ben naar OHL Club Brugge gaan zien, zoals jullie weten. En dan ben ik nu net thuis vandaag. Miljoenen muziek op echt komt, dus ja, let's go. Ik ga deze vlog ook afsluiten. Dus ja, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe vlog. Ik zie jullie graag straks weer bij een nieuwe vlog. Bye bye!